Hallo, mijn naam is Helge Voorneveld en ik leg u graag uit hoe de BreastCheck service werkt in Ierland. BreastCheck is de naam voor het Ierse nationale bevolkingsonderzoek voor borstkanker. BreastCheck biedt borstkankeronderzoek voor iedere in Ierland wonende vrouw tussen de 50 en 69 jaar. De screening wordt iedere 2 jaar aangeboden aan deze groep vrouwen. De screening is gratis. Bij de screening wordt een speciale röntgenfoto van uw borst gemaakt, een zogeheten mammografie. Deze wordt gebruikt om borstkanker op te sporen wanneer het te klein is om te zien of te voelen. Als borstkanker in een vroeg stadium gevonden wordt, is de kans groot dat het makkelijker is om te behandelen. BreastCheck heeft het aantal doden in Ierland door borstkanker helpen verminderen sinds het bevolkingsonderzoek werd gestart in 2000. Hoe werkt de BreastCheck? De Nationale BreastCheck Screening Service heeft een lijst van vrouwen die uitgenodigd kunnen worden voor borstkankerscreening. U kunt de lijst zelf online bekijken, updaten of zich voor de lijst inschrijven via breastcheck.ie of door gratis 1800 45 45 55 te bellen. U krijgt een brief voor een afspraak wanneer u aan de beurt bent voor een screening. Deze afspraak vindt plaats bij een onderzoekscentrum bij u in de buurt. Neem contact op met het onderzoekscentrum voor vragen of hulp. De contactgegevens voor uw lokale unit vindt u in de brief. De afspraak. Uw afspraak voor een screening duurt ongeveer 30 minuten. Wanneer u arriveert, zal de radioloog die de mammografie uitvoert, de procedure aan u uitleggen en u een aantal korte vragen stellen. Voor de procedure dient u zich van boven uit te kleden. Het is makkelijker om kleding met een rok of broek te dragen. Alle units hebben een kleedkamer waar u zich kunt uitkleden. De radioloog plaats dan uw borst in het apparaat en laat voorzichtig een plastic plaat op uw borst zakken. Dit is om het borstweefsel te spreiden, zodat er een heldere foto gemaakt kan worden. Dit kan oncomfortabel zijn voor u, maar het duurt slechts enkele seconden. De radioloog maakt 2 röntgenfoto's van iedere borst. Als u hulp nodig heeft met vertalen tijdens dit proces, is er in de meeste gevallen een tolk beschikbaar. De resultaten. U ontvangt binnen 3 weken een brief per post waarin de resultaten van uw screening worden uitgelegd. De meeste vrouwen krijgen een normaal resultaat na de test. Als dit het geval is, wordt u na 2 jaar weer uitgenodigd voor een routinescreening. U gevraagd worden om terug te keren voor meer tests. Mocht er borstkanker vastgesteld worden, dan biedt het BreastCheck team uw zorg en behandeling. Symptomen. De borstscreening is voor vrouwen die geen borstkankersymptomen hebben. Wanneer u de volgende veranderingen in uw borst merkt, wacht dan niet op de screening. Neem contact op met uw huisarts als u een van de volgende veranderingen ziet of voelt. Een knobbeltje, zwelling of verharding in uw borst. Er komt bloed of groen, bruin, melkachtig of waterig vocht uit een tepel. Een zwelling in uw oksel. Een verandering in grootte,
vorm van één of beide borsten. De huid van uw borst heeft putjes en ziet eruit als een sinaasappelschil. Roodheid, schilfering of uitslag rondom uw tepel. Een verandering van uw tepel, zoals intrekken. Hartelijk dank voor het kijken. Kijk op breastcheck.ie voor meer informatie of bel gratis met 1845 45 55.